Hoi, ik ben Bushra. Hallo, en ik ben Shema en wij zijn studenten van het Alda College en wij lopen stage bij MOZ Mentoren op Zuid. Elke donderdagochtend bezochten wij de school Vakcollege Zuidrand om voor een uurtje één op één tijd door te brengen met je mentee. Voornamelijk ondersteunen wij onze mentees bij schoolprestaties, beroepsbeeld, vergroten van studievaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, maar het allerbelangrijkste is om een goede vertrouwensband op te bouwen met je mentee. Helaas werken we nu op een hele andere methode wegens deze moeilijke periode. Toch heeft Mentoren op Zuid een manier bedacht om toch op afstand contact te houden met je mentee. Dit doen wij door middel van de app Teams via videobellen. Elke donderdagochtend hebben we een uur de tijd om contact te hebben met onze mentee. Daarna hebben we een interview met de rest van de studentmentoren. Soms is het moeilijk om contact te hebben met je mentee via Teams. Wegens omstandigheden, denk bijvoorbeeld aan dat ze geen laptop of computer thuis hebben of dat de camera het niet doet. Stel dat bij jou deze situatie voorkomt, is er toch een ander alternatief om toch contact te houden met je mentee. Denk bijvoorbeeld aan WhatsApp en FaceTime. Bij deze twee manieren kan je ook contact leggen met je mentee en samen beslissen hoe laat, wanneer of hoe lang je contact houdt. Ik heb gemerkt dat deze mogelijkheid heel erg bij mij en mijn mentee past, omdat ik op het begin haar heel moeilijk kon bereiken via de app Teams. Toen heb ik haar nummer gekregen en sindsdien hebben wij contact via WhatsApp en via FaceTime. We houden wel gewoon 2 keer minstens in de week contact en we appen elkaar. Af en toe gewoon even vragen hoe het met haar is. En wel minstens 1 keer in de week 15 minuten FaceTimen. Gelukkig is er toch een mogelijkheid om contact te houden met je mentee. Nou, ik wens iedereen heel veel succes. En samen komen wij er wel doorheen. Doei doei! Doei doei!